Mijn naam is Luc van den Bossen. Ik ben werkzaam aan het Universitair Ziekenhuis te Gent als kliniekhoofd en tevens werkzaam aan de Universiteit Gent. Daarnaast ben ik sportarts en medisch verantwoordelijke van KAA Gent, de voetbalclub uit eerste afdeling van de Belgische competitie. Zoals u weet zijn er vaak goede samenwerkingsakkoorden tussen Nederland en België. En hier is dat ook zo. Er is een heel vruchtbare samenwerking van onze universiteit en universitair ziekenhuis met Sport Injury Lab. En dit heeft de afgelopen jaren geleid tot een unieke gezamenlijke onderzoeksactiviteit en meerdere activiteiten met opzienbare resultaten. Het laatste artikel bijvoorbeeld over de relatie tussen orale gezondheid en de kans op herblessures staat intussen wereldwijd in de top 5 van de meest gelezen artikels. Het volgende onderzoek dat binnenkort wordt gepubliceerd toont aan dat als jeugdspelers langer dan 6 maanden een orthodontische mondbeugel dragen of hebben gedragen, zij niet alleen een achterstand in de performance ontwikkelen, maar ook hun posturale stabiliteit negatief wordt beïnvloed. Verder is er sprake van een toegenomen blessuregevoeligheid onder deze populatie. Duidelijk is dat de invalshoeken van Sports Injury Lab vernieuwend en opzienbarend zijn en tegelijkertijd ook logisch. Daarom mag bij elk sportblessureonderzoek de tandheelkundige en kaakgewrichtstatus niet worden vergeten. Subklinische ontstekingen, granulomen en andere orale aandoeningen, maar zeker ook een veranderde occlusie-posturaliteit blijken vaak te correleren met motorische problemen, met als gevolg articulaire, onbegrepen spier- en peesblessures. Het Sport Injury Lab-protocol heeft een belangrijke toegevoegde waarde binnen de individuele causale klinische blessure, diagnostiek en het sportmedische domein.